mag er niet in? Nee, nog steeds niet. Nee? Een groot deel van de omwonenden heeft gevraagd of ik als adviseur bij hun aanwezig wilde zijn. Niet als vaarstal namens Opidium Amersfoort BV, maar als adviseur. Omdat zij vinden dat zij natuurlijk zelf niet voldoende ter zake kundig zijn om weerstand te bieden tegen zo'n kwalitatief grote groep mensen die daar even een verhaal gaat vertellen. U heeft vanavond hier een informatieavond belegd voor verontruste bewoners, omwonenden. Ja. En heeft u ze gerust kunnen stellen? Dat hoop ik. Dat hoopt u en waarmee heeft u ze gerust proberen te stellen? Dat de schade die veroorzaakt wordt door de zettingen, dat we daar aan gaan werken. En B, dat we eerst gaan proeven en meten om te kijken of ons systeem goed is. Met alle maatregelen die wij ondertussen nu genomen hebben in het nieuwe systeem. Wat heeft u de mensen toe kunnen zeggen vanavond? We gaan in principe wat minder diepte vaste laag in heien. Dat betekent korter heien, minder trillingen. We gaan voorboren, een ander heiblok. En we gaan uitgebreid meten. En dat, die conclusies, daar, die gaan we trekken en dan gaan we kijken hoe we daarmee verder gaan. En dat is wat de bewoners betreft voldoende of heeft u toch nog wat weerstand geproefd? Ja, mensen hebben natuurlijk altijd, het is een hele lastige materie. En een stukje onzekerheid vindt men ook heel lastig. Met de kennis van nu, politieke term, maar ik denk dat die uitstekend van toepassing is nu. Met de kennis van nu, je hebt dus 1% geheid, er moet nog 99% volgen. Met 1% heb je zoveel heiboel. Met de kennis van nu, waarom ga je in vredesnaam die 99% nog proberen? Het is geen spelletje. Nee, maar dat het geen spelletje is, daar is de bouwer ook ontzettend van overtuigd. Die heeft ook een goede naam en weet die ook af. Er wordt echt veel verwacht van die reductiemaatregelen. En het is dus ook niet zo dat gezegd wordt, oké, we doen alles wat mogelijk is. En laat de buurt voor de rest maar zeuren, wij gaan gewoon door. Nee, er wordt echt secuur gekeken, door middel van die meetdag. Want kunnen we middels die maatregelen voor reductie in de trillingen, kunnen we daar dat heiwerk mee voortzetten? Gerustgesteld? Niet geheel, nee. Niet echt? Nee. Nee, waarom niet? Nog wat onduidelijkheden. Ja? Veel of wat? Nou, er zijn wel een aantal punten, ja. Ja? Ja. Ja. En wat gaat er nu gebeuren? Er wordt nog overlegd, geloof ik, dus er is nog niet veel duidelijk. Maar u gaat niet rustig slapen? Nee, maar ik sliep nog niet heel onrustig. We wachten het af. U bent gerustgesteld, meneer? Nee. Waarom niet? Omdat we alleen maar halve toezeggingen hebben gehad. Halve toezeggingen? Ja, kijk, wat wij graag... Halve waarheid is erger nog. Ja. Nou, wat wij graag willen horen is dat Heijmans, dat heeft een van onze bewoners al gezegd, dat Heijmans zegt... Wij vergoeden alle schade zonder discussie. En er is gewoon een enorme discussie over heischade en wat krimpschade is. En, over de schade wordt nu wel gediscussieerd? Daar wordt in ieder geval over gediscussieerd, ja. Want, dus, en wat u betreft is het duidelijk, het is heischade. Ik ben geen expert. Ik zie alleen dat ik een aantal scheuren in mijn woning heb. Ik had hem niet geconstateerd. Dus je zou een beetje verband kunnen leggen? Ik kan een verband leggen, ja. Maar goed, Heijmans nog niet? Heijmans nog niet, nee. Ik zie dat je heel versterkt. Graag gedaan. Dank je. 45 Heij is een appartementengebouw, 45 meter hoog, met plusminus 140 appartementen. En de constructeur van de aannemer Heijmans en van de opdrachtgever AM hebben besloten dat er een paalfundering onder moet met de vorm van heipaal. Daar zit het probleem nu. We hebben te maken met de situatie in het gebied, wat ik natuurlijk al heel lang ken, waar wij al 30 jaar meerdere projecten hebben neergezet, waarbij we de grondslag kennen, waarbij we te maken hebben met een grondslag die bestaat uit een bovenlaag van zand, een tussenlaag die weinig draagkracht heeft, en daaronder een oerlaag die gezet is in de ijstijd. En daar wil of moet men doorheen met de heipalen? Daar moet men doorheen met de heipalen wanneer men de constructie kiest die zij gekozen hebben. Wij hebben een totaal andere constructie gekozen, die dus schijnbaar toch heel goed is, goedgekeurd door de gemeente en door alle gronddeskundigen. Dat wil zeggen dat wij op die harde laag, die onderlaag, dat wij daar de fundering op hebben gemaakt.
Nou, het gebouw staat er nu al meer dan een jaar op hoogte. En er is helemaal niets gebeurd zoals natuurlijk ook te verwachten was. Want anders had de gemeente daar natuurlijk nooit geen toestemming voor gegeven om op die manier te bouwen. Nee, we hebben die onzekerheid niet. We hebben goed onderzoek gedaan. En had u dit ingecalculeerd? Nee. De eerste palen al... Nee, dat hadden we niet ingecalculeerd. Nee. Als het blijkt dat dit gewoon uiteindelijk toch een goed plan is met zijn aanpassingen, dan kunnen we daarmee verder. En als het niet goed is, ja, dan zullen we ons verder moeten beraden. Nou, het blijkt dat de trillingsprognose toch iets anders ligt dan wij op basis van onze adviseurs te horen hadden gekregen. En de trillingsprognose, dat betekent dan? Dat is een veronderstelling van als je de palen gaat heien, wat de trillingen zijn die men in horizontale richtingen verder doorzet. En mensen die nu al schade zeggen te hebben, menen te hebben, is daar nog discussie over? Of is dat straks gewoon een kwestie van rechten? We hebben gezegd dat we ze gaan opnemen, de schades, als we straks klaar zijn in het systeem. Dat er ook een onafhankelijke deskundige bij willen betrekken en dat we dan hopen dat gewoon netjes te kunnen regelen. Het heeft mij niet gerustgesteld. Het had mij moeten... Ja, ik had gehoopt hier gerustgesteld te worden dat het nu goed zou gaan, maar ik woon zelf op 200 meter afstand van de bouwwerkzaamheden en er wordt nu op een iets andere manier geheid. Misschien dat het voor mij werkt, maar ik geloof niet dat de mensen die op 10 meter er vanaf wonen, dat die daar veel profijt van gaan hebben. Ik heb al schade. Bij ons is één binnenmuur is van boven tot beneden opgescheurd. Ik ga nog discussie krijgen of het wel of geen krimpschade was en of het blijkbaar een zettingsschade was. En ja, ik heb gezegd van, wij hadden een mooi huis voordat er geheid werd en we hebben nu overal naden en scheuren. En ja, er komt nu een discussie of het krimpschade of zettingsschade is. Ja, daar wil ik helemaal niet in komen. Het was er niet vooraf en het moet hersteld worden. En ik ben heel erg bang dat we straks in een ontzettende discussie gaan komen van juridisch aan toe van, was het nou wel of geen schade als gevolg van Heijmans? Ja, natuurlijk was het dat. Mensen zijn zeer ontevreden. Ja. We hebben geen geloof in de aanpak. En wie zou moeten zorgen dat er nou een beetje een gerust gevoel gaat ontstaan bij die bewoners? Nou, ze gaan proefpalen slaan. Met allebei meetinstrumenten. En als dat goed gaat, dan na 4 proefpalen, dan hopen ze dat de andere 400 ook goed gaan. Ja, daar heeft u wat zorgen over te krijgen? Nou ja, dat is 1% van het aantal palen. Dat is natuurlijk... Ja. Maar goed... De bewoners gaan er zelf over. U bent er nog niet gerust op? Ik ben er niet gerust op. Ik hoop toch wel dat de gemeente daar ook zijn rol in wil gaan spelen. Wat doet ze nu? Ik heb het nog wat weinig gezien, laat ik het zo zeggen. Ik verwacht van de gemeente dat zij ons zouden gerust kunnen stellen dat de methode die nu gekozen wordt, dat de goede gaat zijn. En dat zij ons gerust stellen en zeggen van, ja, de methode die nu gekozen gaat worden, die gaat u geen schade opleveren. Maar dat heb ik niet gehoord. Mijn vertrouwen is nog niet hersteld.